En juist in die concertmaand probeer ik de bijaard meer als een concertinstrument te laten benaderen. Breda Nu. Tijdens augustus bijaardmaand wordt elke donderdagavond vanaf het Carillon in de Grote Toren een bijaardconcert gegeven door bijaardiers uit buiten- en binnenland. Elk jaar wordt er op één van de avonden een soirée georganiseerd in samenwerking met het Begijnhof. Deze keer met een Spaans thema. Na het concert door stadsbijaardier Paul Maassen gaf gitarist Johan Timmermans een concert in het Begijnhof. U organiseert in augustus 4 concerten, ieder jaar. Ja, dat klopt. Nou, het ligt eraan hoeveel donderdagen er in de augustusmaand zit. Maar inderdaad, ieder jaar hebben we de augustus bijaardmaand in Breda. Met bijaardconcerten op de donderdagavond om 7 uur. Vanaf hier, de Grote Toren van Breda. We zitten nu op 60 meter hoogte. Tussen de klokken. Die bijaardcultuur is typisch voor de lage landen. Voor Nederland en België. Mm-hmm. En die bestaat al superlang, 500 jaar. En ik probeer in die maand juist ook te laten horen dat het niet alleen maar een erfgoed is, een folkloristisch iets, maar ook echt een serieus concert is. Die bijaardmuziek klinkt al 500 jaar over onze stad. En dat zijn muziekjes, liedjes van alles en nog wat. En meestal zijn dat bewerkingen van originele muziek. Dan moet je je voorstellen dat het bijvoorbeeld oorspronkelijk voor viool is geschreven, of voor fluit, of voor orkest. En dat vertaal je naar dit instrument, een bijaard. Maar die link met die gitarist, die is nou wel mooi voor deze soirée. Mm-hmm. Ik probeer op deze avond een link te leggen met de vele bewerkingen die er gemaakt zijn voor dit instrument van originele klassieke muziek naar de vertaalslag, of naar het origineel, namelijk in de Waalse Kerk straks, Johan Timmermans met schitterende Spaanse gitaarmuziek. Hij speelt inderdaad ook van Spaanse componisten. En zeker de componisten die ik speel, die zitten ook een beetje in dezelfde tijdsperiode. Dus daar kan je zeker goed op elkaar aansluiten. Had u liever buiten gespeeld dan vanavond, of niet? Ik dacht van wel, maar toen ik hier was, speel ik liever hier. Want het klinkt echt fantastisch hier zo. Ja. En buiten is het, ik heb het bloedheet, maar buiten is het nog warmer. Dus ik zit eigenlijk best wel goed hier. Ja, ik heb op mijn opleiding heb ik veel Spaanse muziek gespeeld. Maar daarna ben ik helemaal de andere kant op gegaan, naar meer andere soort muziek. Dus om nou weer een beetje terug te grijpen op al die oude stukken vond ik best een leuke uitdaging. En volgens mij is het wel goed gelukt. Breda Nu.